28 nachtjes slapen. En dan staan wij weer met een rood potlood in onze handen. En dat is best gek. Ik bedoel, het woord potlood komt niet eens voor in de kieswet. En we leven in moderne tijden, nietwaar? Dus ik stelde mijn vraag aan Siri. En ik kwam erachter dat ik niet de enige ben die zich druk maakt over potlood. Tijdens het Brexit referendum was er namelijk een heuse Pencilgate. Er werd opgeroepen om te stemmen met pen in plaats van potlood. Dit werd gevoed uit de collectieve angst dat er zou worden gesjoemeld met de uitslag van het referendum. En dat is een interessant punt. Er mist kennelijk iets als vertrouwen. Maar hoe zit dat? Ik bedoel, wel even in 2017. En bij Mastercard kan ik mijn betaling bevestigen met een selfie. Terwijl wij 15 maart met de uitvinding van een paar honderd jaar in onze handen staan. Dat is toch suf? Nou, een groot en belangrijk verschil tussen onze geldzaken en stemmen in de democratie is dat fraude getolereerd is bij Mastercard. Het is simpelweg een verzekerd risico. En bij stemmen in democratie is dat natuurlijk totaal niet denkbaar. En een ander fundamenteel verschil is de anonimiteit die je hebt onder het kiesgeheim. En bij een gemiddelde internettechnologie heb je eigenlijk geen anonimiteit. Maar ik hoor je misschien denken, wij hadden toch een elektronisch stemsysteem. Ja, dat klopt. En die is geheel terecht met de grond gelijk afgefakkeld. Het punt was, met het 28 kilo zware gedrocht kon je niet eens een fatsoenlijke hertelling doen. Onze stemmen verdwenen letterlijk in een zwart gat. Achteraf gezien was dat best een naïeve keuze. En het ligt niet, zeker niet aan de politiek. Die willen wel. We hadden tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog Alexander Pechtold met zijn stemfee. En vorig jaar zomer was er zelfs een voorstel voor de invoering van een elektronisch stemsysteem wat heel erg lijkt op dat van die van onze zuidenburen. Het werkt met een smartcard. Die krijg je en die stop je in een stemcomputer. Daar breng je je stem uit. Vervolgens krijg je een printje met je stem. Kan je het controleren. Loop je een paar meter verder, scan je datzelfde bonnetje en stop je het alsnog in de stembus. Kijk, het ziet er ongeveer zo uit. Alleen als je goed kijkt naar dit systeem en erover nadenkt, wordt het stemproces eigenlijk heel erg ingewikkeld gemaakt. Wordt er in ieder geval niet makkelijker. En het enige wat je met zo'n systeem bereikt, is dat je sneller de verkiezingsuitslag hebt. Maar naast dan de complexiteit, ja, zijn er niet echt mega veel voordelen. Maar waarom moet het nou zo complex? Nou, als je het mij vraagt, een van de oorzaken is dat we het fundamentele probleem van het vertrouwen nog niet hebben opgelost. Het vertrouwen die wij hebben in de spullen die we maken en de software. En zoals we allemaal weten, vertrouwen los je niet op met geslotenheid. En hoe jammer ik het zelf ook vind, beveiligingsexperts zeggen precies hetzelfde. Onze democratie is momenteel nog niet toe te vertrouwen aan de huidige technologie. En we moeten hier zeker niet naïef in zijn. Er zijn namelijk genoeg machten in de wereld die dolgraag invloed willen uitoefenen op onze democratie. Zie dit voorbeeld. Actueel. Maar Sven, zeg je nou eigenlijk dat het rode potlood voorlopig nog moet blijven? Nou, als je dit mij vraagt, op korte termijn, eigenlijk wel. Ondanks dat papier ook zijn nadelen heeft. Maar ik heb wel een perspectief.
En daarvoor moet je op een hele andere manier gaan kijken naar het vertrouwen dat wij in systemen hebben. Daarvoor moet je niet gesloten denken, maar juist open. En je moet een technologie gaan gebruiken die zo is ontworpen dat er helemaal geen onderling vertrouwen nodig is, want dat bestaat. En het werkt als volgt. Het is een netwerk van computers die allemaal een kopie hebben van dezelfde openbare database. En alle wijzigingen die plaatsvinden, die worden ook opgeslagen. Het idee is, iedereen die kijkt mee. En we kennen deze technologie van de technologie blockchain, kennen we van de Bitcoin. Maar je kunt het gebruiken voor allerlei soorten vormen van eigendom. Zoals bijvoorbeeld DJ Hartwell doet met het vastleggen van muziekrechten. Maar stel nou dat wij onze anonieme stemmen op dezelfde manier transparant gaan delen met elkaar. Dat biedt je namelijk de mogelijkheid om als individuele stemmer zelf te kunnen controleren of je stem daadwerkelijk heeft meegeteld. Deze technologie is momenteel nog niet rijp genoeg, maar het biedt wel een duurzaam perspectief op onze democratie. Tot slot nog een gratis tip. Als je dit jaar echt iets anders wilt dan het potlood, neem gewoon je eigen rode pen mee naar het kieshokje. Zo simpel kan het zijn. Bedankt en succes met stemmen!